hebben mannelijke juristen, advocaten een ander aanzien dan vrouwelijke toen en in vergelijking met nu? Wilt u eerst gaan? Overal in de wereld is het zo veranderd dat vrouwen juist in dit beroep, advocatuur en de rechterlijke macht, een veel grotere rol zijn gespeeld. Ja. Dan. Dus het is een universeel fenomeen, ja. De hele emancipatie van de vrouw. Maar het is ook een beroep, omdat het een beroep is dat je veel vrijheid geeft, ook tijdsvrijheid mm-hmm. geeft, je deelt je eten. Je bent een beetje eigen ondernemer. Zeker. Leent het zich erg goed voor vrouwen. Maar ik heb daar niet een echte mening over, hoor. Dat mannen er anders voor zouden staan, daar geloof ik niks van. Nou, weet u, sowieso hebben we nu meer vrouwelijke advocaten dan mannelijke. Dus dat is alvast een mooie totstandkoming. Hè? En uiteindelijk zal daar weer balans in komen, denk ik. Maar ik denk wel zeker dat het vroeger anders geweest was. Het is nou eenmaal een mannenwereld. En dan dat reflecteert zich ook wel terug in de samenleving. Wat ik wel moet zeggen is dat ik nu merk dat vrouwelijke advocaten beoordeeld worden op hun kwaliteit. Er wordt geen beoordeling gemaakt meer als je advocaat in zijn algemeen gaat beoordelen op gender. Niet per definitie dat een mannelijke advocaat beter is dan een vrouwelijke advocaat. Er wordt nu echt gekeken naar wie is kwalitatief beter. En dan, dat spreekt voor zich. Je hebt verschillende specialiteiten. Dus ja, ik denk dat we van dat stigma eigenlijk, zijn we eigenlijk vanaf. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.